Na 12 uur. Over naar Martin Schimek in Studio De Smet in Amsterdam. Voor een interview van een uur in Schimek 's Nachts. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Schimek 's Nachts. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Zo kwam mijn redacteur en eindredacteur Gijs Groenteman aan de gast van vannacht op volgende manier. 12-1, dat is de verjaardag van zijn kinderen. Hij heeft twee kinderen, maar die zijn tegelijkertijd geboren. Tweeling dus. Dat zijn kinderen van 6 jaar, intelligente kinderen. Ze kunnen al lezen. Kwamen ze met de krant aan. Ik geloof dat het Trouw was. Ik heb hier alleen maar dat knipsel. Maar aan de letter zou ik zeggen dat het Trouw is. En ze wezen het volgende advertentie aan. Vrouwen en mannen, wordt wakker. Nou, dat vond hij in het begin geestig natuurlijk. Maar daarna ging hij dat advertentie lezen. Dat was met kleinere letters. En dat konden ze al niet lezen. En klinkt als volgt. Voortplanting dient het ecosysteem van mens, plant en dieren. En is gebaseerd op het recht van de sterkste. Dus een haakjes, genen, uitroepteken. Door godsdiensten ondergeschikt gemaakt aan de man, is de man aan het copuleren geslagen. Het is wel goed dat ze dat niet konden lezen. Ook als de vrouw niet wilde. Gebrek aan zelfbeheersing en vermorsing verzwakte de kracht van het zaad. Enzovoort. Gevolgd de generatie van de soort. Maar dan staat hier verder in de advertentie: herstel is nog mogelijk door een mondiale geboortestop. De intuïtie, de eco-intelligentie, komt dan vanzelf wel weer terug. Je wil wel weten wie zo'n advertentie zet, waar of niet. Dus hebben we besloten om de plaatser uit te nodigen. We weten nog steeds niet hoe die heet. Het is wel een vrouw. Hier is ze. Komt u verder. Arne Schimek, komt u verder. Dit is uw stoel. Ik moet om me heen, want ik ben verstrikt geraakt in de koptelefoon. Moet ik hier zitten? Ja, hier is goed. Ja. Dank je zo voor de microfoon. En dat ik goed hoorbaar ben. Ja. Dat zakje die liever niet, want die maakt, nee, die maakt lawaai. Dat snap ik, maar ik wil even iets pakken. Ja. Mijn bril. Pak die maar, bril. Maar dit wordt een gesprek, hoor. Je hebt die bril nodig? Dat is een tekstje. Oh, je hebt een tekstje. Bij de hand. Oh, je hebt iets voorbereid. Nou, toevallig. Maar misschien kom ik er niet aan toe, okay. Dus we zien wel. Goed, hoe heet u? Guus. Ik ben Martin Schimek. Nee, mijn achternaam is Te Riele. Oké, ik schrijf het ook. Guus. Ja. Ter Riele. Ter Riele. Nou ja, dat moet je niet. Ja, dat vind ik niet zo belangrijk. Ik begrijp wel dat de generatie van de soort is op volle gang. Maar daarom hoef ik toch niet in plaats van Ter Riele, Ter Riele te zeggen. Ben ik ook echt al met u eens. Ja, Ter Riele. Guus Ter Riele. De advertentie die we hebben uitgeknipt, of uitgescheurd, zoals je ziet. Ja. Stond alleen in Trouw of ook? Nee, ik had hem in Volkskrant, Trouw en NRC gedaan. Maar dat is kostbaar. Dat is heel kostbaar, ja. Dat is een investering, klopt. En waarom hebt u dat gedaan? Want dat doet u eigenlijk voor de mensheid, nee? Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, zo'n advertentie. Ja. Met zo'n tekst. Nou, ik kan er iets over vertellen. Ja, natuurlijk. Ja? Zit u op uw gemak? Ik zit prima. Wilt u wat drinken? Nee, ik heb net koffie gedronken. Dus ik hoef niet echt iets te drinken. Beetje water. Goed. Ja? Nou, het is eigenlijk al langer aan de gang. Op een gegeven moment zag ik in Ethiopië al die honger enzovoort. En dan werd geld gegeven. En het volgend jaar was het weer hetzelfde. Toen dacht ik, ja, geld geven schiet niet op. Dus toen ben ik ogenblikkelijk gestopt met geld geven aan allerlei goede doelen. Want ik dacht,
Het is gevolgenbestrijdend. Het is niet oorzaak aanpakkend. Ja. Nou, ik denk dat het daar eigenlijk ook mee begonnen is, achteraf terugdenken. Ja. Hoe kwam je in Ethiopië? Nee, dat zag je op tv. Oh, dat zag je op tv. Ja, ja, ja. Okay. Nee, ik heb geen honger en dorst geleden daar. Nou, in ieder geval is toen eigenlijk... Toen ging je nadenken. Ik ging nadenken, maar niet bewust over wat is de oorzaak. Dat kan niet, zo gaat dat niet. Anders was het al lang opgelost, de problemen in de wereld. Maar er was wel iets anders aan de gang. Ik ben op een gegeven moment in aanraking gekomen met een spirituele leraar. Ja. Terwijl ik daar niet echt op zoek naar was. Ik was gewoon hard werken. Waarom moest die beetje dat zo verontschuldigend lachje bij dat woord spirituele leraar? Wordt die daarom... En soms uitgelachen. Nee. Ik presenteer dat niet stevig. Je zou kunnen dat zeggen, zo. Nee, oké. Okay. Ik kwam in aanraking met spirituele leraar. Ja, nou. Maar ik zeg, ik kwam in aanraking met spirituele leraar. Dat verdient die toch niet? Nee, het is onvoorstelbaar. Wat die man geïnvesteerd heeft, hou je niet voor mogelijk. Maar dat geldt ook voor mijzelf. Nee, dat is waarom ik zo aarzelend dat zei, was omdat ik, toen ik in contact met hem kwam, er eigenlijk niets van moest hebben. Niets van al die spiritualiteit met mediteren en al die soort dingen. Ja, die softe dingen, zeg maar. Dat noemde ik inderdaad soft, ja. Ja. Nou goed, dus vandaar mijn intonatie bij je overvalt. Ja, vandaar, ja. Klopt. Nou, van het een kwam het ander. Dus op een gegeven moment ging ik naar de academie. Ik werkte in het Museum Boijmans van Beuningen. Bij de afdeling PR. En dat was hard werken en ik was ook echt zo'n workaholic. Ik werkte echt tot heel diep laat in de avond enzovoort. En toen gebeurde er van alles. Misschien dat je daar nog straks vragen over stelt, maar oké. Okay. En toen dacht ik van, op een gegeven moment, ja, maar luister, ik wil echt naar de academie. Ik wil zelf een kunstenaar worden. Maar niet alleen PR doen voor andere kunstenaars. Nee, precies. Maar ik ook zelf kunstenaar worden. Want dat moet ik toch ook kunnen, dacht precies. Ik. Precies. Nou, nee, dat moet ik. Nee, oké, het zat al in het bloed, laat ik het zo zeggen. Zit in de familie een beetje. Nee, ik had al geschilderd enzovoort. Oh ja. In het verleden. En nou goed, dus toen ben ik met vervroegd pensioen gegaan en naar de Avondacademie in Rotterdam. Willem de Koning Academie. En daar gebeurden fantastische dingen. Elke opdracht die ik kreeg, sloot als het ware aan bij mijn gedachtegoed. En van daaruit kwam er een soort transformatieproces. Bij uw gedachtegoed? Mijn gedachtegoed. Dat vind ik fantastisch, dat ik dat wel stevig durf uit te spreken. Want tot nog toe dacht ik altijd dat gedachtegoed hebben mensen alleen als Pim Fortuyn of zo. Maar is echt nou... Mijn gedachtengoed. Wat is uw gedachtengoed? Eventjes, wat is dat? Wat zijn de steunpilaren van uw gedachtengoed? En de steunpilaren kreeg ik... Oh, ik kreeg door... In dat proces. Je hebt even met de voet geschopt tegen de... Oh. Tegen de microfoon staat eruit, maar dat is nou in orde. Ja? Oké. Dat gedachtengoed... ontwikkelde zich eigenlijk in dat proces wat op de academie aan de gang was. Ja. En de steunpilaren was de grote vragen. Waarom lijden wij? Dat is echt verschrikkelijk. Waarom leef je om te lijden? Waarom lijden wij? Heb je ook muziek meegenomen? Want dit wordt een zwaar gesprek. Dus wij zouden af en toe muziek moeten kunnen draaien. Waarom lijden wij, Dat is goed. Heb je muziek meegenomen? Nou, dat is van alles misgegaan. Ik had iets bij me, maar dat is een... Even kijken, dat is een omzetting op instrumenten. Terwijl het een zangstem is. En die zangstem staat wel op een DVD. Heb ik ook meegenomen, maar dat is onmogelijk. Dus wij hebben geen muziek? Nee, hebben we niet. Nou, dat is... Dat is heel jammer, maar goed. Dat is jammer. Want wat was dat voor soort muziek? Dat was een... filmmuziek van Michael Nyman. Die hij geschreven had voor een film van Peter Greenaway. En die film heet The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Ja. Ik weet niet of jij die kent? Nee, ik ken die niet helaas, nee. Oh, nou, dat is een prachtige film. Ja. En eigenlijk gaat die over hetzelfde. Ontdekte ik dus, want ik was de hele inhoud van die film vergeten. Maar toen... ik was de inhoud van die film vergeten. En dus ik dacht, weet je wat, ik ga die film nog even bekijken voordat ik naar Amsterdam ga.
naar dit gesprek. Oh, wat lief. Dus ja, je hebt echt voorbereid op nou, dit Nou, dat stukje heb ik voorbereid. Ja, wat lief. Nou, en toen... Nou, werkelijk, ik keek werkelijk zo met zulke ogen. Want het was precies mijn thema, want wat doet Pieter Greenaway? Pieter Greenaway, die laat een thief, dat is echt iemand die... een tyrannieke man die, zoals later in de film blijkt, gefrustreerd is, vooral op seksueel gebied. Maar ook ten aanzien van mensen die intellectueler zijn, intelligenter en meer van... eten, weet, alles. En heeft zo'n groep mensen om zich heen verzameld... die hij meesleept in zijn wangedrag. Want het is echt wangedrag. En heeft hij een restaurant, een heel groot restaurant. Het is van hem, maar het wordt natuurlijk door anderen beheerd. En daar misdraagt hij zich. Mm-hmm. Want hij is de eigenaar, dus hij kan zich alles permitteren. Nou, dat is walgelijk. En hij gaat er iedere dag eten, neemt zijn vrouw mee. En die vrouw die... Dan blijkt dus achteraf mishandeld die enzovoort, seksueel enzovoort. En die krijgt in dat restaurant een minnaar. Nou, en... Die krijgt minnaar in dat restaurant? Een minnaar, ja. Die weet dan hem te ontvluchten en dan kan ze lekker met hem vrij. Kwam ook weer bij dat woord minnaar, kwam ook weer dat lachje van... wat hebt hij met dat seks? Want dat stond ook al in die advertentie. Ja. Dat lijden, waarom lijden wij? Leidt hij zelf? Hebt hij gevoel dat hij lijdt dagelijks? Nou, kijk, nee, ik heb... nee, ik zie lijden niet zozeer als iets wat heel verschrikkelijk is. Het is verschrikkelijk als je het ervaart, als je in zo'n procesje zit, of grote proces zit. Maar wat ik dus wel ontdekt heb, is dat je door te lijden... dingen kunt overstijgen. Je kunt groeien door lijden. Ja, even een voorbeeld. Hè? Dus als we beginnen met uw leven. Hè? Dus dat, ja. Wanneer hebt u voor het eerst gevoel gehad... nou, dit is niet prettig. Nou lijd ik. Of nou... Oh. Nou ja, zo gaat dat niet. Zo gaat het niet? Nee, zo gaat het niet. Hoe bedoelt u? Nou, ik zal het zeggen. Toen ik jong was, ja... En dat heeft toch best wel heel lang geduurd... Toen had ik het gevoel van dat ik me minder voelde dan andere mensen. Ik voelde me minder, ja. Waarom? Ja, nou, oké. Ja. Nou, dat wist ik niet, waarom dat was. Ik dacht onzekerheid of zo. Mm-hmm. Maar ik heb me achteraf gerealiseerd... toen ik heel veel dingen was overstegen... Yeah. heb ik me achteraf gerealiseerd... dat het best als te maken kon hebben met mijn wereldbeeld... En mijn wereldbeeld is gecreëerd in het jappenkamp. In het jappenkamp had je dus de jappen. In de vrouwenkampen, ja. Oh, je was geboren in een... Nou, ik was iets tevoren geboren. Maar goed, ik heb het jappenkamp meegemaakt. Ja. Ik ben van 41. Oh, ja? Ja, en mijn ouders woonden in Indonesië met mijn zusjes en zo. Aha, ja? Aha. En kijk, als baby groei je daar op. En 's nachts moesten de vrouwen allemaal het bed uit... of het bed, wat ze dan hadden. En dan moesten ze hun kinderen meenemen... en dan moesten rijen opgesteld staan voor die jappen. Ja? En dan werd er gesnauwd. En dan werd er bevelen gegeven. En die kinderen moesten ook blijven staan, hoe klein ze ook waren. Nou, en dan moesten ze staan en dan moesten ze buigen. En dan werden ze geslagen als ze het niet deden zoals de jappen dat wilden. Nou, dat is, denk ik, achteraf mijn wereldbeeld geweest. Ja, maar werden ze ook verkracht? Of, nee, daar heb ik het helemaal niet over. Nee, maar ik wel. Waarom haal je ze... Dat weet ik niet. Nee, waarom? Ja, begrijp ik, maar je hebt het misschien gehoord van uw moeder. Nee. Nee, mijn moeder heeft nooit over verkrachtingen gehad. Nooit. Nooit. Maar weet je wat zo mooi was? Mijn moeder... Maar dit hè, wat hij vertelde. Ja? In die rijen staan, 's nachts, oud bed worden gehaald. Kunt u zich dat herinneren? Of weet u dat uit overleving? Nou, nee, dat is een van de weinige herinneringen die ik heb. En die herinnering die correspondeert ook niet helemaal met de werkelijkheid. Dat is toch een soort invulling, denk ik. Dus het is allemaal achteraf praten. Want ik heb altijd gedacht dat mijn moeder een kussen had meegesmokkeld... en mij dan op dat kussen tussen de mensen zette. Dat uw moeder kussen... Een kussen? Een hoofdkussen, weet je wel? Ja, hoofdkussen. Waar je op kunt zitten. Ja, en waarom dacht hij dat? Dat beeld heb ik bij me. Ja, ik was natuurlijk heel klein. Klein, ja, ja. Dus, ja. Nou, en dan heb je allemaal vrouwen zo staan, achter elkaar, rijden achter elkaar. Aha. En daartussen zat ik. Ja. Op een kussen?
op een kussen. Of het een kleintje was of een grote. Je bent klein, ja. Dat weet ik niet. Ja. Misschien was het maar een piepklein kussentje. Ja. Ja? Wat lief, ja, wat lief. Ja. Ja. Wat lief, vertel ja, ik in mijn leven, vindt u dat lief? Nee, dat is toch lief, als zo'n herinnering aan een kussen. Ja, uw moeder, leeft die nog? Nee, die leeft niet meer. Lang geleden overleden? Die is, even denken hoor, dat weet ik allemaal niet zo goed. Eind jaar 70 is zij overleden. Ja. Hebt u alles met haar kunnen bespreken? Wat, nee, waar je benieuwd dat is naar was? Niet zo nodig. Was dat niet nodig? Nee, weet u? Kijk. Je komt met je familie kom je uit zo'n situatie. Wat niet leuk is, ja. Natuurlijk. Kom je berooid. Kom je naar Nederland. En dan gebeurt er, dat gezin valt uit de kamer. Moet opgevangen worden, want er moet een huis gezocht worden. Die kinderen zijn nou best wel... Die hebben wat achter de rug. Aantal jaar op Jappenkamp. En ja, met als, hoeveel waren jullie thuis? Ik heb 4 zusjes en 1 broer, dus we waren met z'n 6. Zessen. Ja. En dus bij ons thuis was het altijd chaos. En we zaten behoorlijk wat in, elkaar in de haren. En nou, dan gebeurde nogal wat. En vader, die heeft toch nog... Nee, mijn vader nog is bij de Burma-rood verongelukt, omgekomen. Dus die hebt hij nooit gekend? Die heb ik nooit gekend, nee. Ja, misschien als, toen ik net geboren was, maar dat noem ik geen kennen. Ja. Klopt, ja. Ja, dus uw moeder kwam terug in Nederland met 6 kinderen. Ja. Dat is niet makkelijk. Jee, nee. Klopt. Dus ze had het niet makkelijk, nee, klopt. Ja. Dus dan ga je niet zeggen van, kon je met elkaar praten of zo? Nee, dan overleef je. Ja, ja. Begrijpt u? Ja, ja. Dus, dat ga je niet denken. Maar het leuke was van mijn moeder dat ze eigenlijk mij geen jappenhaat heeft bijgebracht. Want ze vertelde altijd, als het zo uitkwam, anekdotes. En die gingen over hoe dapper de vrouwen wel waren. En hoe ze de jappen voor de gek hielden. Dus dat was heel goed, want ik heb nooit enige haat gevoeld tegenover welke jap dan ook. Ja, ja. Nou. Ja? Ja, ik vroeg naar dat lijden. Hè? Daar is dat mee begonnen. Wanneer, nou, wanneer kwam lijden in uw leven? Want mij minder voelen dan andere mensen heeft mij doen lijden. Dat is duidelijk. Absoluut. En dat had... Nou, in die jappenkamp deden jappen waarschijnlijk alles aan... dat jullie je minder voelden dan ik, zij. Maar, dat is mijn wereldbeeld geweest... Kijk, als je als baby niks anders kent dan dat, dan is dat je wereldbeeld. Dan ga je kunt niet praten, je hebt nog geen begripsvorming. Dus dat is je wereldbeeld. En dat accepteer je, maar het heeft wel invloed. Oh ja. Hè? Ja, snapt u wat ik bedoel? Ja, ik bedoel, ik kom dus terug van die kamp. En, en sindsdien denkt hij altijd, ik ben minder. Nee. Nee, want ik begon dit... Ik ben eenvoudige jongen, hè. Ik ben niet echt intelligent. Dus ik moet echt heel veel geduld met me hebben. Ja, nee, dus ook met mij. Wanneer komt dat wereldbeeld, in uw leven? Hoe komt dat? Ik voelde mij minder. En ik stond niet bij stil waarom ik dat voelde. Daar stond ik niet bij stil. Ik ging gewoon met mijn schoolvriendinnetjes om enzovoort. Maar ik voelde me... Laat ik maar zeggen, altijd arm, weet je wel? Arm, alsof ik geen kleren had enzovoort. Arm tegenover de anderen. En ik voelde me... Ja, ik zag wel een beetje tegen ze op en zo. Ja? Ja. En dus dat was een facet in mijn leven... waarvan ik eigenlijk niet wist waar het vandaan kwam. Want mijn zusjes hadden daar geen last van. Aha. Want die waren ouder dan ik. En hun wereldbeeld was al gevormd voordat die oorlog uitbrak. Ja, ja. Ja, maar nogmaals, zo zie ik het nu pas. Ja? Ja? Oké. Okay. Ja, gaat die verder. Ik ben wel een grappige vrouw. Je hebt ook hele leuke haar, hè? Oh. Je hebt zo kort geknipt, maar wel zorgvuldig, hè? Ja. Je hebt zo een beetje om de oor heen oud geknipt en dan hele lange lok. Ja. En dat zou nou grijs kunnen zijn, maar het is ook een beetje blond. Was hij vroeger blond? Ik was donkerblond. Donkerblond, ja. Ja. Had hij veel succes bij mannen? Ja. Ja? Ja, heel veel. Heel veel, ja. Ja. Hebt hij aan mannen ook plezier beleefd? Ja. Ja? Ja. Ja, want ik vond dat wel dat hij hier zegt in die advertentie... Ja. Over dat,
gebrek aan zelfbeheersing en vermorsing. Ja, vermooi woord. Ja, mooi. En copuleren vond ik ook zo mooi. Copuleren is ook mooi, maar ik vind dat het, hoe is het hier over het copuleren? Is de man aan het copuleren gegaan? Copuleren, dat wil zeggen gemeenschap hebben. Ja, ja, zoals zeg. Dieren dat doen. Ja, ja. Ook als vrouw niet wilde. Ja, dat dus, is echt waar. Ja, ja? Is dat waar? Ja. Weet u wat het probleem is als je dat zegt? Dan zeggen allemaal, maar ik niet. Ja, maar daar gaat het niet over. Als je het over de eeuwen heen terugziet, ja, en ook nu nog, ja, dan zijn vrouwen onderdrukt geweest. Mm-hmm. Dat moet iedereen toegeven. Mm-hmm. En er is niet voor niks een vrouwenemancipatie ontstaan. Ja? Ja. Dus dat is allemaal niet voor niks. Dus je kunt als groep kun je niet ontkennen dat de vrouw eeuwenlang onderdrukt is geweest. Ja? Ja, ja, daar zijn we het over eens. Ja, ja, absoluut. Ik zou niet durven om te protesteren. Maar om, ook u niet, ik, en daar ook niet. Niemand. Nee, nee, okay, maar dat klopt ook, ja, natuurlijk. Oké, okay, daar hoeven we niet onzinnig, ja, over te doen. Nee. Nou, oké, okay, maar dat heeft wel degelijk uitwerking op een... Op seksualiteit ook, bijvoorbeeld. Ja, nee, wacht even. Daar hebben we, natuurlijk, oh ja, populair is toch seksualiteit? Nee. Ja, nee, natuurlijk heeft dat uitwerking op seksualiteit. Maar dan wil ik het echt... Er gebeurt weer iets met dat microfoon. Is het, klopt dat, jongens? Wat moeten we aan doen dat het niet gebeurt? Ietsje misschien, als je zo gaat zitten... En ik zeg ondertussen tegen de luisteraars... dat ze luisteren naar Chimek's Nacht. Ik ben in gezelschap van, ik moet even kijken, Gus Terriele. Aan het begin van de uitzending kende ik de naam nog niet. Wij hebben kennis genomen van de advertentie in de krant... met een grote kop. Vrouwen en mannen, word wakker. En dik onderstreep in de advertentie... mondiale geboortestop. Maar goed, daar komen we nog naartoe. Voorlopig zijn we een beetje aan het kijken... wie Gus Terriele is. Want als twee hetzelfde zeggen, is het niet hetzelfde. Dat klopt, hè? Daar zijn we dus ook over eens, want absoluut, ik knik van ja. Absoluut. Dus wij zijn over eens dat de vrouwen zijn door de eeuwen onderdrukt. En wij zijn ook over eens dat het heel belangrijk is wie je bent. Want dan weten we pas echt wat iemand die advertentie wil zeggen. Ja. Goed. Dus laten we verder gaan. Dus je voelt zich minder op school. Wij hebben het nou over lagere school of over... Ja. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, dat weet ik niet. Het heeft wel langer geduurd dan een laag school, ja. 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 En wanneer krijgt u zelfvertrouwen? Dat is... Oké, wanneer ik zelfvertrouwen kreeg... Of hebt u nog steeds geen zelfvertrouwen? Ja, ik heb een ongelooflijk zelfvertrouwen gekregen. De laatste 8 jaar is dat gebeurd. Laatste 8 jaar. Ja. En nu bent u... In Keken, ik ben geboren... 41, 40, ja. Dus 41, dus hoe oud was ik toen? Ik moet eventjes 41. Nou hebben we 7 en 2007. Nou ja, help me. Hoe oud ik was toen ik zelfvertrouwen kreeg? Ja. Nou, dat is zo'n 8 jaar geleden. Dus 57 zo. 57. In 1998. Zeg maar dat op, dat was daar een directe aanleiding Ja, dat toe? Was het spirituele... dat spirituele... Hoe heet dat? Die spirituele proces. Proces, ja. Ja, dat was echt een gevolg van het spirituele proces. Mm-hmm. Ja. Ja. Weet u, om even het verschil aan te geven voor dat spirituele proces en daarna. Ja. Voor dat spirituele proces was ik iemand die altijd, altijd klaar stond voor anderen. Weet je wel, op mijn werk kon 10 dingen tegelijk. Nou, dat bestaat helemaal niet, maar dat denk je dan. Ja. Dus, oh nee, doe ik wel, weet je. Oh nee, doe ik wel. Nou, en ik werkte als een paard. Ik werd ook gewaardeerd. Maar eigenlijk zagen ze me niet staan. Ik heb dat letterlijk meegemaakt, dat ik zo om een tafel zat. En dat over mij gepraat werd. Over mij. Aha. En toen werd ik eigenlijk wakker. Ik dacht, dat is niet goed. Dit is niet goed. Ik werk met de pletter en er wordt over mij gepraat. Waar ik over, bij zit. Waar ik bij zit. Ja. Alsof ik er niet bij zit. Ja. Nou, dus dat was het begin. Ja, want wij hadden het ook over vrouwenonderdrukking. Dus ik was daar een goede voorbeeld van. Ik zelf was ook onderdrukt. Tot uw 57ste. Ja, maar zo... Door de maatschappij.
Maar heeft hij dat niet gezien. Ik heb dat niet zo gezien. Nee, duidelijk, dat is helder. Ik was er niet mee bezig. En je was ook een mooie vrouw. Je hebt plezier. Daarom, precies. Je hebt ook plezier aan mannen. Absoluut. Mannen, en ook aan mijn eigen man, absoluut. Mannen beleefd. Ja. Maar uw eigen man, bent u getrouwd? Ik ben getrouwd geweest. En is hij dood? Mag ik heel even iets afmaken? Ja. Ja? Nou, ik zei, ik zal zeggen hoe ik was voor dat spirituele proces en hoe ik was na dat spirituele proces. Nou, na dat spirituele proces durfde ik zo'n advertentie in de krant te zetten. Zoveel zelfvertrouwen heb ik nou, dat ik dat durf. Ja. En met reden. Nou, oké, goed. Maar oké, dat wou ik even afmaken. Ja, prima. Ja? Prima. Nou, over uw man. Wanneer bent u getrouwd? Ik ben onder hele rare omstandigheden getrouwd. Ik had een auto-ongeluk gekregen samen met hem. Maar ik was aangereden. En toen ik in het ziekenhuis lag... Is dat in zijn auto? Ja, hij had net een tweedehands autootje gekocht, terwijl hij nog in militair dienst zat. En ik zat in Eindhoven op een academie voor industriële vormgeving. Dus ik was een jaar van 18, 19. En toen reden we... Nou, het weekend ging ik altijd naar mijn moeder, naar mijn huis in Scheveningen. En dus hij had een autootje gekocht en hij was bij de luchtmacht in Eindhoven. Dus dat kwam mooi uit, hè? Ja. Allebei in Eindhoven na het weekend. Nou, dus wij zaten voor het eerst in zijn autootje. En waarschijnlijk lekte de benzinetank, weet ik veel. Maar in ieder geval was die tank halverwege leeg. Nou, toen moest ik duwen, bla bla bla. Wil je het hele verhaal horen? Ik weet niet hoe belangrijk die is. Omdat... Nee, dat is niet belangrijk. In een uur kun je niet alles vertellen. Maar dus toen... Maar is dat te duwen? En op dat moment werd hij aangereden? Ja, goed. Ja of niet? Ja, dat klopt. Ik zat te duwen en op dat moment werd ik aangereden. Meent hij dat? Ja. Dat is absurd. Dus is dit auto te duwen en op dat moment... met iemand anders. Met een soldaat die langs was komen rijden op zijn bromfiets... die ook naar terug moest naar zijn plek van militair dienst. Dus is dat niet in de auto? Ik zat niet in de auto. Mijn verloofde, mijn fiancé, die zat achter het stuur. Want die moest... Nou, en ik zat, heb dus achter een stoplicht gestaan... en de ander heeft achter een licht gestaan... En die soldaat heeft ook achter dicht gestaan, terwijl we aan het duur waren. En toen moet er een auto achter opgekomen zijn die ons niet gezien heeft... doordat die lichten waren bedekt. Mm-hmm. En in ieder geval is die auto op het laatste moment uitgeweken naar de rechterkant van de weg. En ik vluchtte ook naar de rechterkant van de weg... En toen heeft die auto mij gegrepen daar op de berm, terwijl hij juist het probeerde te ontwijken. Ja. Nou, dus jullie hadden op hetzelfde moment hetzelfde idee. Precies, geweldig toch? Ja. Dingen gebeuren nooit vanzelf. Ja. Nou, en toen... sorry, ik trap geloof ik overal tegen. Is goed. Nou, toen kwam ik in een sloot terecht en die auto kwam tegen een boom tot... Maar niet te reconstrueren. Goed, maar kortom, je werd aangereden met gevolgen of zonder gevolgen? En met gevolgen dat ik in het ziekenhuis terecht kwam. En in het ziekenhuis is geconstateerd dat ik zwanger was. En toen ik uit het ziekenhuis kwam, wist ik dat nog niet, want ze vertelden me dat niet. Maar dat doet er allemaal niet toe. En... Toen op een gegeven moment, na een paar maanden, was ik weer thuis. En toen dacht ik, er klopt iets niet. Dus heb ik de huisarts laten komen en die zei, je bent zwanger. Nou, en toen was het een moedje. Toen moest ik trouwen, want dat was nog zo begin jaren 60. Snap je? Maar je was dus de zwanger van uw man? Van mijn verloofde. Ja, precies. Maar vond hij dat, was hij blij met die zwangerschap of niet? Nou, kijk... Dus ja, het gooit je hele leven in de war, man. Ik zat lekker op de academie. Toen zat hij op de academie? Ik zat toen op de academie. Kunstacademie ook toen al? Ja, industriële vormgeving was dat. Industriële vormgeving, ja. Dus... Maar goed, dus zo ben ik getrouwd geweest. En kreeg ik een kind en dat heeft mijn leven beïnvloed. Ja, wij hebben nog een half uur. Ja. Dus wij moeten nog bij de advertentie terechtkomen. Ja. Die ik geplaatst heb in alle landelijke of bijna alle landelijke dagbladen. Ja. Met een kop, vrouwen en mannen worden wakker. Ja. Geboorte stop. Is dat de enige kind die je hebt gehad met iemand? Nee, ik heb drie kinderen. Drie kinderen? Ja. En die twee waren geen moedjes?
Nee. Nee, ja. Nee. Hebt u, kunt u, hoe is dat huwelijk afgelopen? Is uw man dood? Of? Nee hoor. Ik was iemand die best onzeker was, ja. En in dat huwelijk ben ik eigenlijk steeds onzekerder geworden, ja. En toen op een gegeven moment dacht ik... nou, weet je wat, haal maar wat hulp van een psychiater. Dus ik ben naar een psychiater gegaan. En dat was, zeg ik, even nadenken hoor... Eind jaren 70 was dat. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat dat enorm veel power heeft gegeven. Want toen kon ik tenminste zeggen... nee, het is nu genoeg geweest, ik wil scheiden. Ja? Mm-hmm. Dus toen ben ik gaan scheiden. En toen gebeurde er weer van alles in mijn leven... maar daar zal ik dan nu allemaal niet over uitweiden. Nou ja, als dat belangrijk is, is dat misschien wel belangrijk. Omdat, kijk... De grote finale is die advertentie, hè? En waar komt die advertentie vandaan? Dus ja, ik bedoel, spirituele proces, maar uw man, ja. Heeft uw man vernederd in dat huwelijk? Oh, bedoelt dat? Nou, weet u... Ik wil vooropstellen dat alles wat in mijn leven gebeurd is, en dat geldt eigenlijk voor iedereen... alleen maar een groeiproces is. Ja, ik wil geen verwijten maken, ja, helemaal niets. Ik wil niet klagen. Ik zie nu achteraf de waarde van mijn moeilijke huwelijk. Ja. Want het was een moeilijk huwelijk waarin ik steeds onzekerder werd... waardoor ik dus in psychoanalyse ging. Ja? Ja. En hij heeft mij mijn onzekerheid, zeg maar, gebruikt... om zelf stevig in zijn schoenen te staan. Hoe doe je dat? Hoe gaat zoiets? Ja, hoe gaat zoiets? Kan je beter aan hem vragen? Nee, maar goed, geef die een voorbeeld. Want dat is natuurlijk heel raar. Want ja. als ik thuis een hele onzekere vrouw heb... Ja. Dan kan ik nauwelijks trots op zijn. Ik bedoel, ja, sorry, maar ik wil een goede auto hebben. Ik heb geen auto, want ik ben niet op auto's. Ik heb een fiets. Ja. Maar laten we zeggen dat ik een beetje image building doe. Dan wil ik een goede auto hebben die het doet. Hè. Ja. Ik wil een goede huis hebben. Ja. Liever vrij van hypotheek. En ik wil gewoon een vrouw hebben met gewoon goed uitziet. Ja. Mag ook intelligent zijn. Tenminste, als ze van mee mag praten. Hè. Maar als ze onzeker is, daar kan ik toch niet mee voor de dag komen. Dat bedoel ik. Ik was een mooie vrouw. Ik was een mooie vrouw. Ik ben ook nog mannequin geweest, een fotomodel. Oh, op die manier. Dus ik zag goed uit. En die onzekerheid, die viel niet zo op in de gezelschap. Ik denk voor iemand die oplette wel. Ja, ja. Ja, dus ik bedoel, hij was aan het woord en ik was stil. Ja? Ja. Oké, dus. Ja. Maar iedereen is verschillend. Dus het is heel moeilijk om van jezelf uit te gaan. Wat jij dus net deed. Hè? Ja, dat moet. Anders kan ik me niet inleven. Nee. Ik probeer het me zo inleven. Ja. Ik bedoel, dat is heel erg moeilijk om me in te leven in uw verhaal. En, want ik ben natuurlijk... Ja. Ten eerste ben ik een man die sowieso bij E dus niet veel goeds kan. Hè? Want de man, dat is al een ramp, hè? Man zijn. Hè? Nee, een man is geweldig. Heus. Ja, is geweldig. Ja, heus. Hij heeft een rotfunctie, maar een vrouw heeft ook een rotfunctie. Nee, maar hoe zit het? Dan gaan we even naar die advertentie, dan komen we misschien terug naar E. Dus waarom zegt hij hier, hè, dat door godsdiensten... ondergeschikt gemaakt, de vrouw dus, hè, aan de man... is de man aan het copuleren gegaan, ook als de vrouw niet wilde. Ja. Maar goed, dat snap ik niet. Kijk want toch copuleren, dat... Ja, dat is een rot woord, maar dat... Nee, maar goed, ik bedoel, dat vrijen, hè, dat komt toch... Dat is toch een. Dat heeft natuur voor gezegd. Als we die godsdiensten vergeten. Hè, ja. Dat is toch iets. Je hebt dat heel over ecosysteem en over dat soort dingen. Dus tamelijk natuurlijk is dat de mensen tot elkaar zijn aangetrokken. Hè? Ja. Als ik in wezen zeg, men zou moeten vrijen alleen als die wil kind maken? Nee, wacht even. Het ligt wat. Ligt wat subtieler. Kijk,
toen ik dus zei dat ik dat degene met wie ik uiteindelijk getrouwd geweest ben mij jaren achterna heeft gelopen en ik wilde hem niet, ja. En op een gegeven moment hebben we het over uw man? Over mijn man. Ja. Ben ik gezwicht, ja. Ook omdat mijn familie zei die ons goede partij en hij is zeker van zichzelf enzovoort. Het is goed voor jou. Mm-hmm. Nou, dat is al zeg maar een vorm van een foutje, zeg maar. Een foutje. Ja. Het was niet de man die ik eigenlijk voor mij bestemd was. Want we hebben het over de ware Jacob en zo. Ja. En er wordt heel veel gescheiden, dus heel veel is er niet in orde. Ja, maar goed partij. Snap je wat ik bedoel? Goed partij is eigenlijk walgelijk, trouwen met een goed partij. Dat is nee, precies. Ja. Nee, maar oké, het ging even om een voorbeeld. Hoe het komt dat je niet vrijt met degene met wie je wil vrijen. Ja. Maar goed, ja? Maar waarom mogen mensen, hè? Ja. Het is een vraag in het algemeen. Ja. Mogen mensen met elkaar vrijen ook buiten? Kijk, zij hebben al genoeg kinderen, zij willen geen kinderen meer. Mogen ze toch met elkaar vrijen? Voor mij mag alles. Want het hele proces van godsdiensten, de godsdienststrijd, de onderdrukking van de vrouw, de overheersing van de man. Kijk naar de wereld, het is een mannenwereld. Ja? Kun je niet ontkennen. Eén grote mannenwereld, ja? Eindelijk komt de vrouw weer een beetje omhoog. Daar wil ik nog wel iets over zeggen straks. Dat hele proces, je moet het zien als één heel groot proces. Ja. Ja? Dat heeft één doel. En dat doel is? En dat doel is dat we weer teruggaan naar onze oude staat. Dat we weer teruggaan naar een gelukzalig leven van de intuïtie. Het ratio heeft de intuïtie verdreven. Daar gaat het eigenlijk over. Oh ja, en in dat gelukzalig wereld, hebt u een idee hoe die is? Of hoe die was? Of wanneer bestond die wereld? Nou, kijk, ik heb er wel enig idee over. Want heel concreet. Ja, heel concreet. We hebben weinig tijd. Nou, oké, laat ik het maar heel simpel zeggen. De tijd waarin de Egyptenaren, de Sumeriërs, de Egyptenaren enzovoort aan het begin van deze cyclus, want alles gebeurt in cyclus, zoals slapen en waken enzovoort. Het handje van mensen van na de zonvloed, die leefden in een prachtige staat. Want die leefden nog intuïtief. Die hadden nog contact met de sterrenbeelden. Ja, oké. Okay. Ja? Ja. Okay. En als je als vrouw en man intuïtief leven, hoe gaat dat tussenin? Nee, dan is het... Dat is een concrete vraag. Ja, dan moet ik concreet werken. Man en vrouw leven intuïtief. Ja. Zij zijn terug in de paradijs. En hoe gaat het tussenin? Een mooie vraag. Prachtige vraag. Dan is het intuïtieve aanvullend op het rationele. En nu is alleen het rationele aan de gang. Maar hoe gaat het dan? Wat gebeurt er tussen? Nou, dat is heel simpel. De man is resultaatgericht. Ja, die wil resultaat. Gauw, wow, dat heb ik voor elkaar, weet je wel. De vrouw is procesgericht. Die kijkt heel anders. Die combineert heel anders. Die voelt intuïtief een aantal dingen aan waar de man overheen kijkt. Nou, als je nou een mannenwereld hebt die alleen maar volgens dat resultaatgericht de wereld bestuurt en de godsdienst twisten er tussendoor, dan krijg je een wereld zoals nu. Maar ik vind dit. Ik zou toch willen dat in me vertelt. Ja. Hoe gaat dat dan met u? Stelt u voor dat u dan leeft op dat moment met een man. Hè? Ja. Dat het geen man is die je getrouwd hebt omdat het goede partij was. Okay. Waarop heb je hem gekozen, die man? Waarop hebt u die man dan gekozen? In zo'n ideale staat? Waarop hebt u hem gekozen? Intuïtief. Zoals dieren dat doen. Zouden jullie 3 kinderen hebben? Of zouden jullie geen kind hebben? Of 6? Of hoe zou dat gaan? Wie zou dat bepalen? Ratio of intuïtie? De intuïtie. Intuïtie, dus misschien 12? Nee. Nee, want je houdt de soort in de stand. Net zoals dieren doen, hou je de soort in stand. Mm-hmm. Dus je zorgt ervoor dat er niet te veel mensen op aarde komen. Daar zorgen wij niet meer voor. We jagen alle ja, maar dat is toch niet intuïtief? Ik bedoel, dat is intuïtief. Dus je zou intuïtief gewoon niet al te veel kinderen maken. Ja. Vandaar die oproep tot mondiale geboortestop in uw advertentie. Ja. In alle landelijke dagbladen. Ja. Je luistert naar Chimek's Nacht. Ik ben in gesprek met een bijzondere vrouw, Guus Teriele. Een vrouw die op late leeftijd
alsnog kunstenares is geworden, zeg ik het goed. Ja? Ooit heeft ze haar studie aan de academie niet kunnen afmaken, omdat ze in verwachting kwam. Ze is later met diezelfde man, een goede partij, militair, heeft ze nog drie andere kinderen gehad. Twee andere kinderen, samen drie. Ze was mooi, ze is nog altijd elegant en mooi. Want ja, alleen ze zou vandaag niet meer mannequin kunnen zijn voor de leeftijdsgroep voor welke ze mannequin was toen ze in de 20 was. Want nou ziet ze, ze is geboren in 1941 in andere leeftijdsgroep. Zij heeft zich ontdaan van haar onzekerheid en heeft zoveel zekerheid gekregen dat ze ons allen, hè, de mannen en vrouwen, oproept in de advertentie die ze zelf heeft bekostigd om met mondiale geboortestop. En wat moet ik me dan bij voorstellen? Wat moeten we vanaf morgen doen? Wat moeten als de mensen zeggen, nou die vrouw, ik heb daar niks van begrepen. Nee. Maar intuïtief zeg ik, die vrouw heeft gelijk. Hè? Want daar gaat het tenslotte om. Je hoeft dat luisteraars helemaal niet te begrijpen. Dat gaat om uw intuïtie. Hè? Want ik probeer al de hele dag iets te begrijpen. Ik ben al doodmoe van de hele dag iets proberen te begrijpen. Ik ook. Na 12 in Chimex-nacht. Je hoeft niks te begrijpen, maar vanaf morgen gewoon mondiale geboortestop. Nee. Wat moeten ze doen? Niks. Gewoon hun gang gaan. Gewoon blijven doen wat ze nu doen. Maar dan gaan die mannen die blijven copuleren dan? Nee. Ja, dat mag. En die vrouwen mogen ook copuleren. En ze mogen via de tv leren hoe ze moeten beffen enzovoort. En ze allemaal prachtig. Want het proces gaat toch zijn gang richting de verlossing. Dat proces gaat zijn gang. Alleen is het zaak dat je... even kijken, bewustwording is ontzettend belangrijk. Kijk, maar altijd, als je zegt even kijken, dan heb ik bijna het idee, dan denk ik aan mezelf, dat ik zat op middelbare school en ik heb me voorbereid om overhoord te worden. Ja. En even kijken, dan zag ik een pagina voor me, waar ik iets onderstreept had. Ja. Dus alsof ik, hebt u dat allemaal van zichzelf? Nou, in dat spirituele proces heb ik het van mezelf, van de kunst die ik maak en van het schrijven waarmee ik begonnen ben. Ik ben dus heb ontzettend hard gewerkt. Yeah. Ik ben helemaal back af, joh. Yeah. Maar goed, luister, ik wil daar nog even iets duidelijks over zijn. Kijk, dat proces gaat zijn gang. Wij moeten gewoon doen wat we doen. Dit was alleen maar een wakkerschuddertje voor de mensen. Van jongens, we zijn wakker worden, want er is iets oké. Maar het wakker schudden is al voldoende om te beseffen dat als er op een gegeven moment steeds meer minder kinderen worden geboren, dat je geen angst krijgt. Want dat proces ervoor zorgt dat er minder kinderen geboren gaan worden, dat gaat vanzelf plaatsvinden. Maar er is nog iets anders. Ik wil daar een spel aan verbinden met de wetenschappers. En daar ben ik al mee bezig. Want het heeft allemaal met genetische manipulatie te maken. Dat wordt te ingewikkeld. Ja, maar dat is ingewikkeld. Precies. Dat spel gaan we met z'n allen doen. Want de tv ga ik er ook bij betrekken. Ja, en dat belicht hij bij Pauw en Witteman. Want die zijn onderwerpgericht. Okay. Dus dit is alleen, ik ben zeg maar mensengericht. Ja. Dus ik hoop dat ik met deze gesprek de inleiding inleiding is dat de mensen zien dat ik in ieder geval oprecht ben, want dat voel ik heel sterk, dat ik moedig ben, want hoeveel heeft u dat gekost, mag ik het weten? Ja, 6.000. 6.000 euro. Ik heb je hebt niks meer. Maar waarom 6.000 euro, maar waarom hebt u dat gedaan? Omdat ik heel zeker weet dat dit moest gebeuren. Kijk, er zijn krachtenvelden, intuïtief krachtenvelden en rationele krachtenvelden. En die hebben invloed op de mens, daar gaan we nu niet op in. En zo'n krachtveld zorgt dat ik zoiets schrijf. Ja, dus Goes Teriele heeft haar laatste 6.000 euro besteed, want daar komt het om neer, op die advertentie in landelijke dagbladen, die... En wat zou je anders met die 6.000 euro doen? Als je ze nou weer had, wat zou je mee doen? En die advertentie was al geplaatst, wat zou je mee doen? Ik heb helemaal geen behoefte aan geld. Helemaal niet? Dus ik had, door omstandigheden had ik dat. En ik dacht, nou, een goede besteding dan. Welke omstandigheden?
Ja, dat... Nee, dat... Dat wilt u niet zeggen? Nee, maar dat is niet belangrijk. Ik... Nee, het is toch belangrijk? Ik had dat maakt die mensen. Ik had het op mijn Giro gekregen. Ja, niet op mijn Giro gekregen, maar het was een soort spaargeld... wat op een gegeven moment op mijn Giro kwam. Ja. En toen dacht ik eerst, ik ga dat besteden aan een boekje. Een van die boekjes om uit te geven. Maar oké, ik heb het op internet gezet. En toen, nou, toen dacht ik ineens, ik ga een advertentie zetten. En het was eigenlijk een verjaarscadeautje, een heel duur verjaarscadeautje voor mijn spirituele leraar. Omdat hij mij zoveel inzicht had laten bereiken. Ja. Hij heeft niks gezegd zo, van zo zit het in elkaar. Nee, het was een wisselspel tussen hem en mij, waardoor ik dus al die inzichten kreeg. Maar het is heel moeilijk om uit te leggen. Ja, ja, en, ja. En dus het was niet, een soort verjaarscadeautje voor hem. Ja, het is kijk, ik was in het verleden, hè, was hij onder de invloed van uw man. Hè? Ja. Hij was geen militair, hij was muzikus. Dus iets anders. Maar hij zat toch op militaire academie toen hij ongeluk kwam? In dienst. Oké. Okay. Maar in ieder geval is dat onder de invloed van uw man. Ja. Daar kwam einde aan op een gegeven moment. Toen bent hij weggelopen of zo? Nee, ik ben in therapie gegaan. En toen zei ik van nee, nu moet het stoppen. Want hier klopt iets niet. Dus ik ben weggelopen? Ik ben gaan scheiden. Oh, nou, dat bedoel ik. Ja. Oh, noemt u dat weglopen? Ja, ja, ik ben weggelopen. Ik ben helemaal weggelopen. Ja, ja, scheiding is een techniek. Daar gaan advocaten over. Maar, ja, precies. Maar ik ben gewoon weggelopen. En, maar is de, hoe weet ik dat ik nou niet, omdat ik het ook maak, ik ben maar een korreltje in de evolutie. Hè? Ja. Ik ben ook maar een vrouw die al eeuwig is onderdrukt. Hoe weet hij dat hij nou niet onder invloed bent van die spirituele leider? Dat hij misschien in mooie praatjes weer dat mannelijke macho gedrag, dat hij dat copuleren doet misschien met woorden en met beelden en met mooie praatjes. Nee. En dat het allemaal eigenlijk, dat hij straks net zo berooid achterblijft. Ik vraag dat omdat ik hem niet ken. We hebben zijn naam niet genoemd. Dus dat is een zauwer theoretische vraag. Wat, hoe weet hij dat zeker? Nou, door het proces zelf. Kijk, je bent heel erg geconditioneerd als mens. Ja? Je doet eigenlijk wat reclame, je aanpraat, enzovoort, enzovoort. En als je mediteert, dan zie je kans om dat los te laten. Dat is, ja, loslaten. Ja. Je kijkt wat helderder, wat bewuster naar wat er in de maatschappij leeft. Nou, en zo kan ik ook helderder naar mensen kijken en naar gedrag van mensen. En het is geen proces geweest van dat hij mij dingen vertelde of mij overtuigde. Wel, nee, het was een hele zware, zwaar proces. We hebben echt strijd gevoerd. Want hij is een heel moeilijk mens. En hij stond lijnrecht tegenover mijn ideeën. Ja. Hij hangt nog echt die oude godsdienst aan. En ik zag juist van, hé, daar klopt iets niet. En dat heb ik ook gezien bij al die meditatietechniek, filosofie. Oké, dat kunnen we niet volgen. Nee, oké, dat is goed. Maar hij heeft het me niet verteld. Had ik niet naar moeten vragen. Oké. Okay. Je hebt drie kinderen. Hè? Eén is verongelukt. Mijn zoon is verongelukt. Dat was de middelste. Dus ik heb drie kinderen, maar er zijn nog twee in leven, ja? Wanneer is dat gebeurd? Het ongeluk van mijn zoon, dat was in... hij was 83. Toen was hij nog met uw man? Toen was ik gescheiden. Ik ben in 81 gescheiden. Gescheiden, ja. Zeg daar iets over het verlies. Nou... over dat verlies. Nou, dat kun je niet overdragen aan anderen. Net zo min als je ervaring over kunt dragen. Want die bleef zelf. Het was verschrikkelijk. Het is net echt alsof je verscheurd wordt van binnen. Helemaal verscheurd wordt. Je hebt ook helemaal geen energie of wat dan ook. Maar voor iedereen is dat anders. Ik wist niet hoe ik overeind moest brengen. Blijven. Maar wat ik me op een gegeven moment wel besefte was dat mijn zoon zelf niet leed, want hij was dood. Ja, ik leed, hij niet. Ja, begrijpt u wat ik bedoel? Ja. Nou, ja. Dus dacht ik van ja, maar als hij niet leidt, dan is het dus zelf medelijden wat jij hebt. Ja, ja. En dat is dus gewoon de dingen onder ogen zien. Nou, en dat heeft mij wel heel veel houvast gegeven. Bent hij toen werkoholiek geworden?
Nou, toen nog niet. Nee, toen nog niet. Nee. Dat kwam in een wat later stadium. En dat heeft er natuurlijk wel mee te maken, dat snap ik ook ja. Uw, uw twee andere twee kinderen, zeg daar iets over. Hoe oud zijn ze? Wat... Nou, mijn oudste dochter is nu... Even kijken, ik moet altijd even rekenen. Nou, die is van 62, ja. Dus die is 44. En mijn jongste dochter is van 71, dus die is bijna 36. Ja. Ja. Wat doen zij? Mijn oudste dochter is, heeft een communicatiebureautje voor zichzelf, dus die werkt voor anderen. Is getrouwd en is heel sociaal. En mijn jongste dochter is journaliste. En heeft, werkt daarnaast, ons is freelancer, dus heeft een baantje voor een vast inkomen. Ja. En die is ook heel sociaal en heel, hoe heet dat, heel gevend. Ja, toen ik dat advertentie plaatste, vrouwen en mannen worden wakker, een mondiale geboorte. Stop. Wisten ze dat van tevoren of vernamen ze dat net zoals wij allen die dat gezien hebben van oude landelijke dagbladen? Nou, mijn jongste dochter zag dat inderdaad in de krant, uit de krant. Ik had er wel gezegd dat er een advertentie zou komen. Mijn oudste dochter die weet het omdat ik bij haar dat heb doorgegeven aan de krant. Dat moet tegenwoordig heel ingewikkeld, weet ik veel. Doet er niet toe. Dus die wist het, maar de tekst zag ze ook pas in de krant. En, maar hoe komt dat? Omdat mijn beide dochters niets te maken willen hebben met mijn spirituele proces. Nee, waarom niet? Omdat, ja... Ja, waarom niet? Denken ze... denken ze dat ik in de war ben? Of? Nee. Ze denken niet dat ik in de war ben. Nee. Maar zijn ze daar bang voor? Nee, maar het is meer... Het is een stukje van mij waar ze niet bij kunnen. Mm-hmm. En dat is logisch. Ik wist ook niet dat zo'n proces ons bestaat. En waarom is dat logisch? Je kan toch, als je van je moeder houdt, dan zou je toch... dat is toch allemaal prachtig als iemand van uw leeftijd... zo enthousiast over iets is, dan wil je toch iets van begrijpen. Misschien heeft het ook iets met mezelf te maken. Kijk, het is een heel moeilijk proces geweest. Die begeleiding van een spirituele leraar. Bovendien is het... bij spiritualiteit is het altijd over en weer. Hè? Ik ben eigenlijk net zo goed een leraar rest van hem geweest als hij van mij. Zo gaat dat. Nou, maar is dat nou... Wacht nou even. Ja? Ik zal antwoord geven. Mm-hmm. Zij begrepen dat niet. Dat kan me voorstellen. Want zij dachten dat ik gewoon verliefd ben. Ik? Ja. Nee, ik ben helemaal niet verliefd geweest. Ja. Alles wat maar zij dachten dat misschien, hè? Zij dachten dat misschien, dat hij te veel invloed op je heeft, nee? Ja, dat zou kunnen. Wij verliezen ons moeder door die gek. Nee, want hij is niet gek. Nee, maar voorheen niet, maar voorheen misschien wel. Ja, maar ik gebruik niet graag het woord gek. Nee, maar ja, dat begrijp ik wel. Dan komt ook die verwedering met de dochters. Dan wordt dat niet meer besproken. Ja, nou... goed, laten we het zeggen dat het van ons drieën afkwam. Een soort stilzwijgende afspraak. Okay. Van, okay. Wij hebben nog maar 2,5 minuut. Nou. Wilt u uw advertentie, want voor die 6.000 euro... stond dat in de kranten. En hebt u veel reacties gekregen? Nee. Ja, dat is toch sneu. Nee. Is dat niet sneu? Nee, weet u wat, als u dat nou nog een keer voorleest... Ja? Die advertentie, dan hebt u voor die 6.000 euro toch nog meer bereikt. Nee, maar dat gaat het mij helemaal niet. Nee, maar dan luister... Ik wil het eigenlijk niet. Want die advertentie was eigenlijk alleen maar een wakkerschuddertje. Want er is natuurlijk een heel veel mis in de wereld. Er zijn heel veel mensen die pijn hebben. We zijn aan... er is zoveel geestelijke armoede, sorry. Dat was alleen een wakkerschuddertje. Ja, maar en goed. Het is fantastisch dat ik bij u zit. Maar ik ga er niet voorlezen, omdat dat weer verwarring brengt. Aha. Dat was een fase in dat weet hele wat, proces. Dan heb, wij, de mensen moeten gewoon doorgaan met waar ze mee bezig zijn. Heel goed. Je hebt nog 1,5 minuut. Gebruik de microfoon om zich tot mensen te wenden. Bedankt dat je hier geweest bent. De microfoon is open. Luisteraars van Chimex, nog luisteren naar Goes de Riele. Op late leeftijd toch kunstenaar is geworden. Hele leven zat het erin.
Nu hebben ze daar tijd voor. Oké. Okay. Nou, geachte luisteraars, ik vind het geweldig dat ik dit nog even mag doen. Het enige wat ik aan jullie vraag is vertrouwen te hebben in de toekomst. En dan, net zoals ik dat heb gehad, ondanks de strijd die ik heb moeten leveren. Oké, dank jullie wel. Zo houden we toch nog wat tijd over. Luisteraars, bedankt dat jullie erbij waren vannacht. Het was een risico om iemand uit te nodigen die je totaal niet kent. Maar het was een, voor mij, wat mij betreft, een hele spannende, ontmoeting. Dat deed me denken aan mijn programma Jimmy Calvetert, wanneer ik op televisie jaren geleden mensen ontmoette die iets te melden hadden zonder ze van tevoren te screenen en voorgesprekken te voeren. En dit was een soort herhaling. Goed, de Riele, als je wil de advertentie lezen, dan moet hij terug naar Trouw van 12-1-2007. Trouw van 12-1-2007, daar hebben we dat uitgeschuurd. Dankjewel, Guus. Veel geluk, veel liefde. En dat lijden, hè, want uw vraag is waarom lijden wij, dat is straks, dat die vraag straks in niet eens opkomt. Nee, klopt. Want dan lijden we niet meer. Dankjewel. Oké, dankjewel. Dankjewel. Chimek 's Nachts is een programma van de RVU. Presentatie Martin Chimek. Redactie Gijs Groenteman. Eindredactie en regie Vincent van Merwijk. Wilt u dit gesprek of een eerdere aflevering van Chimek 's Nachts nog eens terugluisteren? Dan kan dat via internet, via onze website rvu.nl. Alle programma's van Martin Chimek zijn als mp3-file te downloaden. Beluister de gesprekken online of abonneer u op de gratis podcast. Alle informatie hierover vindt u op onze website rvu.nl. Fijn dat u luisterde. Volgende week zijn we er weer. Een nieuwe verrassende ontmoeting in Chimek 's Nachts.